is... De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Wat vindt u ervan dat we dit jaar nog kunnen schaatsen? Ik vind het geweldig. Het is echt een cadeautje. Ja, ik denk dat iedereen het hard nodig had om even wat anders. Je wordt vrolijk van het weer. En vooral ook voor de jeugd vind ik het geweldig dat die nog eventjes lekker naar buiten kunnen. En na al die tijd binnen zitten, heeft iedereen echt verdiend. Ja, is heel fijn. Heel fijn. Ja, het is uitzonderlijk natuurlijk. Het is heel lang geleden, maar wel lekker. En gaat er zelf ook nog het ijs op? Nou, het ijs ga ik niet op, denk ik. Bovendien zijn mijn schaatsen uitgeleend. Nee, maar ik heb al een paar jaar niet geschaatst, dus ik wacht het heel eventjes af. Misschien als het nog lang, maar ja, het houdt over een paar dagen weer op. Dus dat denk ik niet. Maar wel veel wandelen en even het ijs opgelopen. Maar wel elke dag ook lekker een stuk gewandeld. Nee, dat doe ik niet meer. Dat heb ik in de jaren 90 nog wel gedaan. Maar nu vind ik het toch een beetje eng. Maar ik vind het heerlijk om te wandelen hier. Dat is fantastisch. Wat vind je ervan dat je dit jaar weer het ijs op mag? Leuk, want het komt niet vaak voor in Nederland. En je zit nog niet veel aan schaatsen, maar af en toe zie je wel een paar mensen hier spelen of zo. Leuk. Het is heel leuk om te glijden. En soms is het gewoon het heel leuk. Dat is best wel goed, want hier betaal je in ieder geval voor niet. En het is best wel gezellig met vrienden op ijs en zo. Maar je moet wel af en toe wel uitkijken, want je kan erin zakken natuurlijk. Ben je zelf al eens in het ijs gezakt? Nee, nooit. Eigenlijk kon ik wel in de ijs zakken, maar ik ga niet zo vaak, want ik vertrouw het niet. Want als ik het zo zie, veel mensen, dan vertrouw ik het pas. Wat ga je dan zelf doen in de sneeuwpret? Nou, gewoon ja, een beetje over het ijs lopen, met mijn vrienden spelen. Ook schaatsen? Misschien. Heb je zelf ook schaatsen thuis? Nee, dat niet. Wat doe je dan als je dan mag schaatsen? Zou je dan liever op ijshockey of kunstschaatsen gaan? Kunstschaatsen. En hou je zelf ook van schaatsen? Ja, heel erg. Maar dit keer kunnen we niet echt op schaatsbaan. Maar wel op rivieren waar ijs is. Ja. En waar schaatsen dan op? Gewoon op het ijs. Gewoon als het bij de passage is. Mm-hmm. Dan ga je dit weekend nog schaatsen? Misschien. Je had ook nog andere plannen, hoorde ik, over een iglo afmaken. Ja, ik ga zo een iglo afmaken. En dan kijken we wat het gaat doen. Met deze corona kan je toch niks doen. Alleen maar zelf wat proberen. Ah, dat is zeker waar. Nee, heel veel plezier bij iglo. Ja, dankjewel.